en je doet het zo. En dat is de stofzuiger. Tinka, tinka. Ga staan op je kist, ga staan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Anja Vlogt. Maar vandaag gaan we het eens eventjes anders doen, want Anja is aan het rijden. Normaal gesproken rij ik, dat is al bijzonder. Maar Anja moet vandaag ook vissen. Topcompetitie, dames slash jeugd. U20. Met het Turbo Team, is het? Ja. Ja, dus ik ga mee als toeschouwer. Ik ga lekker achter de auto zitten, lekker uit de wind, uit de regen, want er is regen voorspeld. We hebben deze vlog ook wat speciaals. Kijk, dit is een nieuwtje, de Fusion H2O. En die gaan we weggeven. En het is heel simpel, hoe kun je hem winnen? Als jij een reactie onder de video plaatst, uiteraard een leuke reactie. Maakt niet uit wat erin staat, tips, feedback. Belangrijk is wel dat dat moet zijn binnen 3 dagen nadat we deze video uploaden. En wie weet win jij wel dit handige waterschepzakje. En wat gaan we nu doen? Alle voorbereidingen voor de wedstrijd. Dus voel maken. Mm-hmm. Aas verdelen, 2 uur lang opbouwen en dan 4 uur lang knallen. Ja, en ik mag toekijken vandaag. Jee. Dus Ayo, wat ben je nou aan het doen? Ik ben Masterchef aan het uithangen. Al mijn aas aan het in bakjes aan het doen. Waarom is dat? Nou ja, we hebben aaslimieten. Je ziet, alles zit in bakjes. We mogen 2,5 liter aas hebben. Oeh. Oh jee, ja. Alles gaat ernaast. Ook dat gebeurt wel eens. Er moeten dus in officiële ronde bakjes, het zijn sipsbakjes. Je ziet ook de grootte hier, dat is een liter. Dit is een halve liter, dit is ook een halve liter. En zo zijn die precies aangeduid qua, ja, qua inhoud, zeg maar. Heb ik aan jou een vraag. Als dit een halve liter is, hè, hoeveel deciliter is dat dan? 50. Goed, hè, van mij. Soms weet ik nog wel eens een raadseltje. Ja. Maar goed, je krijgt dus aascontrole, mag maximaal 2,5 liter hebben. Nou, en wat ga je eigenlijk gebruiken dan? Wat zijn casters, hè? Casters, levende maaien, dode maden. Die bakjes zijn leeg. Die bakjes zijn leeg. Voeven. En. Wat is dat? Oh ja, wormen. Ik heb vandaag de glazen bol bij. En zij kan vertellen hoe het vandaag gaat aflopen. Ja. Oké, begin. Ja. Vertel het eens. Nou, Anja gaat vandaag gewoon een platte vangen. En Anja gaat ook een vis vangen. Dat had ik de vorige keer ook gezien toen ik het had verteld. En. Ja, ze gaat vandaag gewoon goed vissen. En als ze nou wint, hè, waar moet ze mij dan op trakteren vanavond? Ja, het zal toch denk ik sushi worden. Sushi? Sushi erin, jij kost mij nou geld. Ik doe het wel voor sushi hoor. Ja. 10 minuten dan. 10 minuten, en dat is 10 minuten tot het voeren denk ik, hè? Ja, en dan mogen we 10 minuten zwaar voeren. Dus grote bollen. En dan na die 10 minuten mogen we beginnen met vissen. Ik ga het kuffen, zodat ik precies weet waar het ligt. En als ik mijn dobbertje eroverheen laat drijven, dat ik precies weet dat mijn voer daar ligt en dat die vissen daar hopelijk zijn. Okay. En wat verwacht je vandaag? Wat denk je van vissen te vangen? Ik hoop wat vorentjes, bliekjes en braasjes te vangen. En vorige week heb je het ook al met het gehad en toen was het niet heel best. Alhoewel, dit stukje was wel het betere stuk van het parcours. Dus we zullen zien. De vis kan zwemmen, toch? Ja, mocht je nou echt gestrest zijn voor de wedstrijd, dan kan je de volgende oefening doen. Je gaat op je knieën zitten, je handen en je doet zo. En dat is de stofzuiger. Perfect voor je wedstrijd. Helemaal zen. Dit is echt fout. De eerste inzet was geen vis, maar wel een beet. Dat is ook een goed teken. Jee! Coach, vertel eens. Ja. We hebben nu 1,5 uur gevist, hè? Ja. Het begin was niet helemaal lekker, nee, hè? Nee, het ging niet. In het begin ging het eigenlijk niet zo heel goed. Maar ze heeft nu aan mijn voorspelling al bijna voldaan. Ja. Ze moet alleen nog winnen. Dus dat betekent, ze heeft
prasems gevangen. Of prasem gevangen. Ze heeft prasems gevangen, ze heeft vorentjes gevangen, mooie blieken gevangen. En ja, zo moet het nog maar verder gaan. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou wel van koken. Ik ben niet zo van de salades, maar ik denk serieus dat dit mijn beste salade ooit is. Even kijken. No, we hebben het over sushi gehad, hè? Ja. Let op. Sushi shock. Nee, ik ben op alles voorbereid vandaag. Anja? Ja? Ik wil je niet opjagen, maar je moet er nog één vangen. Ja, je kan er nog één vangen. Ja, goed. 20 seconden. 5. 10. Trekken. Trekken! Ga staan op je kist. Ga staan. 5 seconden, trekken. Anja, je hoeft niks te breken. Je hebt hem, je hebt hem. Anja. Op je kist staan. Nee hoor. Fuck. Coach, vertel. Ja. Nou, naar mijn schatting zat ik er 300 gram naast. Anja die heeft 24 kilo en 310 gram. Aan plattes. Bijna allemaal. Vertel eens Anja, hoe kan dat? Ja, vis vangen. Dat wordt sushi. Nou ja, nou even wachten. Maar, Anja? Ja? Ja, vertel eens even. Ja. Even door de wedstrijd heen, hoe was je start? De start was heel erg moeizaam. Ik kreeg ze eigenlijk niet gevangen en om me heen wel. Maar het kwam gewoon de manier van aanvoeren en meer aas gaan drukken. En toen kwamen die dikkere vissen en zo op die manier 24 kilo kunnen vangen. En dan 0,75, 1,5 gram, stukje over de grond. Een paar verretjes en de pinky. Dus, ja. Gaan we het morgen weer doen? Ja, maar even afwachten wat de rest heeft. Meisje naast mij heeft ook 2 netten dus. Is dus nog even spannend. Ja. En eventjes voor jullie wetenschap. Ik zit er natuurlijk de hele dag achter. En Anja die houdt nogal van klagen. En dat was dus nu ook het geval. Ze had een trage start. En daar wordt ze altijd een beetje onzeker. Of onzeker niet, een beetje kribbig van. Dan begint ze soms te snauwen. Maar je ziet aan het eind komt het gewoon weer goed. En dat betekent ook. Moraal van deze wedstrijd was eigenlijk wel. Vooral vol blijven houden. Voer blijven zetten en gewoon echt naar het laatste uur toe werken. En dan hopen dat je het laatste uur de meeste vis vangt. Want het laatste uur is wel echt normaal gesproken de tijd in de wedstrijd die het echt allerbelangrijkste is wanneer die grote vissen komen. En we gaan proberen om het morgen nog een keer te doen. Zo, eerste dag zit erop hè? Ja. Ik heb me wel vermaakt als toeschouwer, maar ik denk dat de wedstrijd op zich ook heel goed is gegaan, of niet? Ja, het begin liep niet heel... heel makkelijk. Nee. Ik kreeg iedereen om me heen vind ik eigenlijk vis en ik niet. Waardoor ik eigenlijk al vrij snel achterstand had. Maar ja, vis kan zwemmen. Vertrouwen hebben, door blijven zetten. Door blijven zetten. Uiteindelijk win ik mijn vak met 24 kilo. En met 10 doen we het trouwens ook goed. Twan die vist een 1, Mandy een 2 en Floor een 8. Waardoor we 12 punten hebben met de ploeg. En waardoor we de dag winnen. Dat is mooi. Dat is altijd fijn. Dus dat is in ieder geval een goede start van de competitie. Ja. En om misschien even te verduidelijken. Deze topcompetitie is gebaseerd op het vissen in teams. Het zijn dus 4 mensen vissen in het team. En er worden 4 wedstrijden verdeeld over 2 weekenden. Ja. Dus het eerste weekend, dat is nu. Dat is vandaag en morgen. Dat is aan Noord-Hollands Kanaal bij Landsmeer. Ja, Landsmeer Ilpendam. Ja, ligt bij elkaar. En dan over een paar weken dan wordt het Beukerskanaal. Het Beukerskanaal, ja. Ja, dus in ieder geval een hele goede start. Morgen is nog een dag. En vandaag heb je volgens mij een paar onderlijntjes verspeeld. Ik heb serieus nog nooit zoveel onderlijnen gebruikt in een wedstrijd. Ja. Dus dat betekent dat ik nog een paar onderlijntjes moet draaien. Maar daar kan jij me wel bij helpen. Ik draai ze en jij doet ze in mijn boekje. Mapje. Of ik kijk toe. Nee, goed. Werk aan de winkel. Ben je help jij. Maar... ja, morgen nieuwe dag. Het weer was sowieso beter dan verwacht, want ze melden eigenlijk echt KUT weer. Goed, de macht op rij niet drukken.
ik ga morgen nog een dagje meekijken en nog het een en ander proberen te filmen. En hopen dat jij een paar onderlijntjes minder gaat verspillen en net zoveel vis gaat vangen. Dus ik zou zeggen, tot morgen! Scheiden afval, hè? Plastic. Weten jullie nou wat echte liefde is op de vroege morgen? Dat is als je mannetje gewoon je eten maakt voor tijdens het vissen. Lekker, hè? Heerlijk. Maar ben je toch lief voor mij? Als je maar één vist. Schat? Ja? Ik moet toch zeggen dat dit me wel beter bevalt. Ja? Jij als chauffeur en ik gewoon lekker ernaast zitten. Zijn we weer. Het is vandaag de tweede dag, zondag. Dat betekent tweede wedstrijddag. En Anja, heb jij er zin in? Jazeker. Gaat het goed komen? Dat zullen we zien. Aan het einde van de dag. Ja, het grote verschil met gisteren is natuurlijk dat het zondag is. Ik heb in plaats van een truitje heb ik twee truien en een jas aan. Want het zonnetje schijnt wel, maar ik zal het even laten zien. En waarschijnlijk hoort het ook wel, het waait enorm hard vergeleken met gisteren. Maar mijn stek is goed. Ik zit precies achter de auto. Dus het moet helemaal goed komen. Het snot loopt uit de neus, maar het is geen corona. Waarom kies je voor die? Deze is mooi, hè? Mooier dan al de rest? Ja. Maar je gaat ze denk ik allemaal erop zetten, of niet? Ja. Want het is natuurlijk zo, je vist een wedstrijd, die duurt 4 uur. Het waait nu al hard. Er kan heel veel veranderen, ook de visserij kan veranderen. Dus soms zul je ze licht moeten vangen, soms wat zwaarder. En je ziet ook hier, liggen dus allemaal de topzetjes. En al die tuigjes die gaan erop, zodat je goed kunt schakelen, kunt proberen, kunt wisselen. En dat levert ook vaak vis op. Deze vlog ontbreekt nog iets. Tot nu toe. En dat is een profi-tip. Dus nu is je kans. Ja, maar één stiekem moment. Dan moet je echt... Oh ja, wacht. Let op. Check. Moet je even iets dichterbij komen. Ik vind het belangrijk dat ik altijd precies weet hoe lang mijn opslagen zijn. Dus ik meet dat altijd. Doe ik als volgt. En dan dobber. Oh. Waar is de dobber? 1. Hier is de dobber. 1. Oh, ja. 2. En een half. En... dat is eigenlijk altijd mijn basis. Dan weet ik altijd precies hoe ik zit te vissen. Nou, we zijn nu net over de helft en mevrouw achter mij, die moet zich weer eens uitsloven, want 7 nu. Hoeveel blaasems heb je nou? 15 of zo? Nou ja, krijg je een antwoord, maar het zullen wel 15 of zo zijn. Tweede net ligt er net in. We moeten nog 1,5 uur vissen. Dus ik verwacht dat het eigenlijk wel goed gaat komen. Het zijn alleen maar grote vissen. Kilo, 1,5 kilo plus vissen. En, het ziet er gewoon goed uit. Het blijft nog droog. Dus eens kijken hoe ver we vandaag kunnen komen. Tinka. Anja, tweede dag, vertel eens. Wat was het? 24 kilo 555? Met deze hele mooie zilt erbij. Kilootje of 2 denk ik wel. Het was een aardige vechtpartij, maar het is even afwachten hoeveel kilo Fabienne heeft. Maar ik heb een mooie dag gehad. Deze jongen maar even terugzetten. Ik ben kapot.
Ik heb in 2 dagen tijd bijna 50 kilo vis gevangen. Waar maak je dat tegenwoordig nou nog mee? Nou, niet op heel veel kanalen, denk ik, hè? Nee. Gisteren hadden we 12 punten met ploeg met het Turbo Team. Vandaag 11, dus we hadden vandaag 1 puntje minder. Topvisserij eigenlijk. Heel veel blieken, platte brasem dus. We staan nu momenteel 9 punten los en wij zijn ontzettend benieuwd hoe het finale weekend op het Beukerskanaal zal zijn. Dus op naar dan en tot de volgende keer. En mocht je het nou leuk vinden, deze vlog, geef trouwens dan even een duimpje omhoog. En je kan ook nog altijd een reactie geven. En vergeet niet, je kan het schepzakje nog winnen. Hoe heet die ook alweer? Fusion H2O. De Fusion H2O. Dus niet vergeten, binnen 3 dagen reactie plaatsen. En dan ben jij misschien wel de winnaar van het waterschepzakje. Doei!